Hi, op deze filmpje laat ik jullie zien hoe moet de zijgordijnen hangen en mooi in plooi zetten. Voor beginnen gaan wij de stoppertje verwijderen. Die moeten we draaien en naar beneden trekken. Dan zetten we van achter 25 runners. Hier hebben we 25 runners. Ik denk dat het eentje te veel is. Maar dat kunnen we straks corrigeren. We kunnen dat corrigeren als we de zijgordijnen van voor gaan hangen. Dus hier hebben we de haakjes eerder voorbereid. En nu vanaf eerste aan de voorkant gaan we zetten. Dus niet meer dan dat. Nu hebben we gordijn hangen en nu van achter gaan we die in plooi zetten. Heel belangrijk is voor gordijnen in plooi zetten goede gordijnen te hebben. Want er zijn heel veel gordijnen die komt mooi in plooi liggen, maar met het eerste windje van de raam of met eerste beweging valt de plooien allemaal uit. Dus als jullie, en dat ligt meestal in de gordijnen zelf. We hebben onze gordijnen zijn van harde stof, van dikke velour, die blijven mooi in plooi liggen. Allee, gaan we beginnen. We moeten alle boogjes, dus hakje blijven achter, en alle boogjes moeten naar de cabinekant kijken. En dat is heel simpel. We kijken waar de hakje is. 1, 2 en maken we midden. Kijken we deze lengte en diezelfde lengte. Diezelfde lengte pakken we beneden. Dan pakken we een nummertje 2. En dan doen we zo. Dan pakken we nummertje 3. En doen we dat zo. Dan pakken we nummertje 4. Dan pakken we nummertje 5. Dan pakken we nummertje 6. Dan pakken we nummertje 7. Nummertje 8. Nummertje 10. Nu hebben we dat mooi in plooi gezet. Dat duurt kleine 5 minuten. Als je gordijnen van mooie kwalitatieve stof hebt. Dan pakken we de bandje. Van achter klittenband. En nu moeten we de bandje ergens zetten. Heel veel van jullie vragen waar de bandje moet komen. De antwoord hier is, ligt eraan hoe ver wil je de gordijnen hebben. Hoe dik de boog moet hier zijn. En hoe ver wil je de gordijnen hebben. Dat kun je met de bandje corrigeren. We maken bandje vast met een schroefje tegen deze panel. En kijk op welke hoogte wil je dat hebben. Of je hoger wil, dan krijg je dat. Als je dikke boog wil, dan moet je wat lager zetten. En als je naar voorkant wil, naar voorkant de boog wil hier, dan maak je dat hier vast. En of je niet zo ver wil,
Dan trek je de bandje daarachter. Dat is het. Op einde maken we dat vast, de bandje, met plaatje en kleine schroefje tegen de paneel. Dus we gaan opnieuw herinneren. Zoals Marta heeft op eerdere filmpjes gezegd, jullie moeten de hakjes vastmaken om de tiende, dus 9 liggen tussen. Dan moeten jullie de gordijnenband, de plooiband, naar de raamkant hangen, mooi in plooi zetten, goed hoogte maken, mooi in plooi zetten, de bandje mooi in goede hoogte maken en dan moeten jullie ongeveer zo'n resultaat krijgen. Minimum. Succes!